Nou, ik ben Metin van Zijl, een van de vier partners binnen Studio Nijndots. En ik wil jullie graag welkom heten in jullie prachtige nieuwe kantoor. Ja, we zijn dus gevraagd vanuit een tenderopzet. De opdracht was als in eerste instantie alle drie gebouwen hergebruikt. Maar het waren dus eigenlijk drie gebouwdelen die hadden zo weinig met elkaar te maken dat als je je gebouw ingaat, dan had je niks meer te maken met de rest. Dus je ontmoet elkaar niet, je kon niet elkaar inspireren, van elkaar leren. De bestaande gebouwen hebben we behouden. Maar we hebben op de begane grond een soort één open ruimte gecreëerd waar alles vloeiend in elkaar doorloopt. En op de begane grond komen alle mensen eigenlijk samen. En middenin, in de oksel en in de patio, hebben we eigenlijk groen gecreëerd. En eigenlijk de mensen vanuit het plaza in het atrium omhoog laten bewegen en daardoor de verschillende gebouwdelen in kunnen. Dus wat wij hebben gedaan om de gebouwdelen te verbinden zijn dus die betonnen bogen maken en met elkaar als een soort kralenketting die gebouwen vasthouden. Op de plekken waar we het hebben opengewerkt creëren we maximale interactie met binnen en buiten. Dus met de natuur van de patio, maar ook met de stad. Dus waar we nu zitten, je kijkt letterlijk richting Artes, waar mensen gewoon de stad beleven. Wat we hebben gedaan is het restaurant op de begane grond gelegd. Je kan het direct zien vanuit de entree. We hebben ook een heel mooie plek gecreëerd aan de Hoogtekerdijk zelf. Eigenlijk als een soort kijkcafé. En ik zie dat als plek. Je zou er een soort creatieve workshops kunnen geven. Je kan daar eigenlijk allerlei dingen doen. Maar de buurt zal dat wel gaan zien. Die zal zien, er is een koffiemiddag of een presentatie. We hebben verschillende kleuren toegepast waarvan bewezen is dat je je anders gaat gedragen. Dus in een rode ruimte blijkt dat je daar veel meer energie krijgt. Terwijl in een blauwe, rustige of grijzigere ruimte, daar kan je wat langer met elkaar praten over een onderwerp. Dus we hebben eigenlijk een soort loods gemaakt, een multifunctionele ruimte noemen we dat. En daardoor kunnen daar gewoon lezingen plaatsvinden, maar je dansvoorstelling laten plaatsvinden. Je kijkt over het water en je kijkt dus ook weer naar het gebouw waar wij hier nu zitten. Als we een pand herwaarderen, dan gaan we ook kijken welke kwaliteiten zitten er al in. En toen we hier kwamen, zagen we dat best stoere balken en betonnen kolommen al waren. En sommige waren zelfs zo mooi. Helemaal, je ziet de grindnesten als een soort gemarmerde kolom is het bijna. Mijn wens eigenlijk is dat alle werknemers die straks terugkomen uit een rotjaar met corona. Het lijkt me heel leuk als ze echt een keer op de trap misschien een hele belangrijke klus staan te bespreken. Terwijl ze dat vroeger nooit op de trap hadden kunnen doen. Dus als er dingen gebeuren die ze niet hadden bedacht, maar zich wel thuis voelen. En er meer ontmoetingen plaatsvinden, dan zal het altijd goed zijn voor het werk en voor de werksfeer.